Erik van Loon, hoe zwaar was deze Dakar? Ja, die was zeker voor ons wel pittig. Als we niet zo in de problemen waren gekomen, was het nog wel zwaar geweest. Maar voor ons zeker wel te doen. We hebben natuurlijk een topauto en dan is het allemaal wel te doen. Ook die laatste dagen zijn er geen één keer vastgereden. Dus, maar wel echt zwaar. Ja, wel gewoon een serieuze Dakar. Ik denk dat het zo moet zijn. Gewoon veel zand en stukken dat je op een gegeven moment denkt, nou vind ik het wel genoeg. Net als gisteren met die Fesje of een paar dagen geleden. En gisteren allemaal bonken op die heuveltjes tussen die duinen door. Dus dan denk je, ja, even geen duin en dan krijg je wel lucht. Maar dan kreeg je dus geen lucht. Zware Dakar. Heb je ervan genoten? Er zijn zeker heel veel momenten geweest dat ik ervan genoten heb. Maar ik heb ook veel moeten overleven. En ja, dat hebben we in het begin van het jaar wel geleerd. Dus dat gaat ons wel goed af. Maar ja, ik had toch liever wat mooie uitslagen gereden.